Yo bazen, daar ben ik weer met de nieuwe aflevering van Opa Bouws. En jullie zien het, Opa Bouws is de held. Bij FC Groningen, jongen, hij doet het prima. Het is alleen een beetje jammer dat FC Groningen in het geheel niet zo heel goed doet. We hebben 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk en 3 keer verloren. Dat is dan wel weer een beetje jammer, hè. Maar we kunnen wel kijken of misschien Opa Bouws nu momenteel topscorer is. Wil ik gewoon eventjes snel checken. En Opa Bouws is wel topscorer. Lekker man, 5 keer gescoord in 6 wedstrijden tijd. Dus dat is wel lekker. Maar in deze aflevering gaan we weer lekker spelen. En gaan we eens kijken of we nu 3 keer kunnen winnen. Want we hebben een aantal makkelijke wedstrijden voor de boeg. In ieder geval qua team valt dat wel mee. Want de vorige aflevering moesten we tegen AZ, Ajax en Twente. Dat was wel vrij pittig. We moeten nu tegen Cambuur, Eagles en dan vervolgens ook nog tegen Excelsior. Dus dat is iets meer te overzien. Dus hopelijk kunnen we in deze aflevering 9 punten pakken. En zorgen dat we volop doorgaan naar de top van de Eredivisie. Zou mooi zijn, maar voordat we verder gaan wil ik jullie vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zou heel tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van deze serie, maar ook al mijn andere FIFA Ultimate Team video's. Maar we gaan eerst nog wat comments behandelen en daarna gaan we door. Deze comment was van Richard, die zei dit. Doe vaker een aflevering met Opa Bouws. Ik doe er 2 per week. Veel meer dan dat gaat op dit moment helaas niet lukken. Maar 2 per week is toch ook al redelijk wat, toch? Ja. En hier nog eentje van Larry, die zei dit. Probeer misschien een omhaal L2 en schieten met bolletje. Ja, ik heb dan Xbox, dat is dan B. Ik vind de omhaal makkelijker dan vorig jaar. En ik moet toegeven, dat is inderdaad het geval. Ik heb zelf ook in andere wedstrijden al een paar keer gescoord met een omhaal. Terwijl dat het eerst vet moeilijk was, is dat nu veel makkelijker. Dus ik ga proberen met Opa Bouws in deze aflevering te scoren met een omhaal. Zal wel lijp zijn als dat gaat lukken natuurlijk. Maar dan moeten we dat natuurlijk wel doen tegen een van de mindere teams. Herinnering aan leenaanbieding. Ja, we hebben leenaanbiedingen, maar ik vind ze allemaal veel te slecht, die leenaanbiedingen. Ik wil betere aanbiedingen hebben. Laten we nu maar tegen Cambuur spelen. Die hebben tot nu toe 3 punten binnengehaakt. En Groningen 7. Dus we staan wel boven Cambuur. Dat is wel een voordeel. Maar hopelijk gaan we winnen. Ik wil trouwens wel eerst 1 of 2-0 voorstaan. Voordat ik alleen maar omhalen probeer te doen. Want ja, als je dat aan het begin van de wedstrijd al gaat doen, heb je al misschien kans dat het helemaal niks gaat worden. En dat je alles gaat missen. Oké, ik moet eigenlijk iemand wegsturen via de zijkant. Zorgen dat hij een voorzet gaat geven. En dan een omhaal doen. Ja, dit was een beetje onmogelijk vanuit deze hoek. Maar dat is wel de manier hoe ik het denk ik moet gaan doen. Maar ja, ik zei net dat ik eerst eigenlijk op voorsprong wil komen. Dus eerst even 1 keertje scoren voordat we volop op de omhaals gaan. En dit was buitenspel. Was het geen buitenspel? Was het geen buitenspel? Top, we staan 1-0 voor. Lekker hoor. Ik heb zelf niet gescoord of Opa Bouws heeft niet gescoord. Maakt ook niet zo heel veel uit. Weet je, teamgenoot gun ik het ook. Maar dan kunnen we nu volop voor de omhaal gaan. Dus dat is op zich wel nice. Oké, hier goed paasje. Nou ja, een assist is ook mooi. Dus score maar. Hoppa. We hebben een assist te pakken. En dan staan we al 2-0 voor. Oké, nu kunnen we helemaal voor de omhaal gaan. Deze wedstrijd gaat echt vet goed. De wedstrijden hiervoor hebben niet heel goed gespeeld. Dus het mocht ook wel weer een keertje dat we goed gingen spelen als FC Groningen zijnde. Maar Opa Bouws heeft dus zelf nog niet gescoord. Wel een assist. Oké, hier steekpaasje voor de 2e assist. Oh, dat was bijna de 2e assist. Oh, dit is trouwens wel nice. We hebben nu een corner. Dan zoek ik even een plekje op met een beetje ruimte. En dan nu een omhaal. Oh, het was er eentje. Het is inderdaad echt makkelijker geworden om zo'n bal op die manier te raken. Dat was in FIFA 22 echt niet zo makkelijk gegaan. Dus ik heb er hoop in dat het goed gaat komen. Nou, het is nu rust. 2-0. Easy game. Easy. Alleen Opa Bouws moet dus nog eventjes scoren met de omhaal. Dan is deze wedstrijd helemaal compleet. Maar in ieder geval mooi. Als we echt deze 3 wedstrijden winnen, denk ik echt dat Groningen weer in de top 5 staat van de Eredivisie. Dus dat zou wel heel nice zijn als dat deze aflevering gaat gebeuren. Oké, dit zou misschien weer iets kunnen worden. Hier, doe maar weer terug naar de zijkant. Want ik wil namelijk een voorzet hebben. Hier, ik heb nu redelijk wat ruimte. Alleen de voorzet is echt shit. Het wil nog niet echt lukken. Ja, en ik score op deze manier ook niet. Omdat ik op deze manier zelf niet echt kansen creëer. Nou ja, we hebben nog 10 minuten te gaan. Het wordt denk ik toch vrij pittig om in deze wedstrijd nog een omhaal te scoren. Maar we hebben nog 2 wedstrijden hierna te gaan, hè. Of misschien moet het nu gaan gebeuren. Hier, probeer hier maar. Oh, het was wel echt een lijpschot. Het was...
was geen homo, maar het was echt een soort van karate kick of zo. Oh, we krijgen geen herhaling. We hebben nu nog een corner, dus misschien dat het nu nog gaat gebeuren. Nee, dat was iets te veel van het goede. Maar oh, die kans daarvoor, joh, die was wel lijp. Ja, nu dan. Hier. Oh, nee, weer niet. Nou, als de keeper nu de bal naar voren trapt, dan is het afgelopen als het goed is. Ja, de extra tijd zit erop. Inderdaad. Het is afgelopen. We hebben 2-0 gewonnen. Ik heb wel 1 assist geleverd, maar voor de rest niet zo heel veel. Dus voor Opa Bouws was het niet de allerbeste wedstrijd, maar wel bijna een wereldgoal gescoord. Ja, we moeten die omhaal goal scoren in deze aflevering. Zou heel nice zijn. Maar we hebben in ieder geval de 2 punten binnen. Of nee, de 3 punten bedoel ik. We hebben 2 keer gescoord, zo moet ik zeggen. We hebben 3 punten binnen. Dus dat betekent dat we in de Eredivisie weer iets omhoog gaan. Ik wil sowieso Europees voetbal halen met FC Groningen. Zou toch wel te doen moeten zijn. Helemaal als je ziet hoe makkelijk we dit eigenlijk hebben gewonnen. We hebben 2 van de 3 opdrachten voltooid. Dus we komen langzamerhand steeds iets meer in de basis. We kunnen ook weer gaan trainen. Dus dat is ook lekker. Gaan we wel alles simuleren. Want om elke keer die training te doen vind ik veel te veel werk. En we zijn weer een niveau omhoog. Dus dat betekent dat we ook weer wat skill points kunnen gaan upgraden. En dan wordt mijn opa bouwspelen natuurlijk wel steeds ietsjes beter. Hij is al 73. Maar daar gaat hij natuurlijk snel op vooruit. Pasen mag ook wel iets beter. Vooral korte pasen vind ik vervelend. Dat die zo slecht zijn. Hier, we doen deze 3 eventjes. Want pasen is af en toe echt ernstig. Dan probeer ik de pasen en dan verprutst hij het helemaal. We zijn nu trouwens 74. Dus nog 1 rating. En we hebben de 75 gehad. En dan zijn we eigenlijk als het ware een gouden kaart. Alleen dan in carrière. Maar laten we snel doorgaan. Dan gaan we eens kijken of we de volgende wedstrijd tegen Eagles ook kunnen winnen. Maar eerst even een activiteit. We moeten hier wat gaan doen. Lees een boek over je favoriete voetballer. Ah, dat doen we natuurlijk. Krijgen we weer wat mooi erbij. Overwinning in de derby. Was dit de derby? Oké, blijkbaar. Prijs je teamgenoten. Blijf bescheiden. Richt je op je eigen. Ik prijs mijn teamgenoten. Vol op je eigen prestatie gaan, dat is ook niet zo goed. En ik ben nu momenteel aan het sparen. Ik heb al 30.000. Maar ik ga binnenkort echt een lijpe aanbieding kopen. Of gewoon het allerduurste. Daar ga ik voor sparen. Bouw een zwembad in je huis. Dan ga ik kijken of ik dat binnenkort kan kopen. Dus het geld wat ik momenteel heb, ga ik nog niet uitgeven. Maar we gaan nu tegen Eagles spelen. En eens kijken of deze ook gewonnen kan worden. Hier, Opa Bouws, Eredivisie topscorer. Hij komt zo het stadion binnen, jongen. Zieke swagger. Ik vind het wel heel nice. Yo, ze hebben ook wel echt een lijpspandoek gemaakt. Ja, dat sowieso. Even een verhoogd doel. Dat doe ik trouwens elke wedstrijd. Ik probeer elke wedstrijd een verhoogd doel te doen. Dribbelpercentage. Die is niet zo moeilijk. Oké, nou, eens kijken of we nu wel met een omhaal kunnen scoren in deze wedstrijd. Maar eerst eigenlijk weer even 1 of 2-0 voorkomen. Nou, daar gaat Eagles met de eerste kans en poeh, dat scheelde niet veel. Dan kwam Groningen bijna op achterstand. Oké, dit gaat misschien wel iets lastiger worden dan de vorige wedstrijd. In ieder geval, ze hebben al nu al een grotere kans dan wat Cambuur in de hele vorige wedstrijd heeft gehad. En hier gaan ze alweer en is de volgende. Oh, het is echt niet normaal. 2 gigakansen en deze had de keeper nog maar net. We stonden nu al bijna in de achterstand. Hoezo speelt Eagles zo belachelijk goed? Jongen, jongen, jongen. Ja, goede paas van opa Bouws. En dit was ook een goede paas. En de afronding is ook goed. Ondanks dat Eagles de grotere kansen heeft, scoort FC Groningen de eerste goal. Heerlijk, oké. Dan staan we toch even mooi 1-0 voor. Dan kunnen we nu gaan kijken of we de omhaal kunnen scoren. Trouwens, wel ziek hard binnengeschoten. Echt heerlijk als je zo'n bal in het echt zo kan raken. Ja, dat zijn altijd de lekkere goals. Gewoon vol op de pantoffel. Oké, dankjewel voor de bal, opa Bouws. Goed schot. Maar helaas geen goal. We hebben nu wel een corner. Dus dan kunnen we eens kijken of we weer met een omhaal kunnen scoren. Ja, dit wordt echt helemaal niks. Oh, de bal komt zo in de voeten. En dan gaan we toch even scoren. Opa Bouws met zijn 6e goal van het seizoen. Vorige wedstrijd was het niet gelukt. Nu wel. Top. Dan staan we nu 2-0 voor. Dan gaat dit sowieso goed komen. Alleen nog met een omhaal scoren. Dan wordt deze wedstrijd helemaal compleet. Nou, voor rust. Eagles met nog een kans. En dat was al bijna weer een goal. Ja, Eagles heeft de grotere kansen. Eigenlijk FC Groningen helemaal niet zo heel veel, maar we staan toch 2-0 voor. Nou, dat is alleen maar lekker natuurlijk. En de scheids gaat nu affluiten voor rust. Ja, inderdaad. Top, dan staan we dus gewoon comfortabel 2-0 op voorsprong. En dan gaat dit wel goed komen. Ik kan me niet voorstellen dat we deze wedstrijd niet gaan winnen. Maar als Eagles 1-2 ballen erin kunnen, het kan ook snel heel spannend worden natuurlijk. Kijk de kansen dan. Eagles had eigenlijk voor moeten staan. Maar gelukkig staan ze dat niet. Oké, top. Dan gaan we nu kijken dus of we nog die omhaal kunnen scoren. Oké, dit zou misschien wel wat kunnen worden. Hier, doe je maar. Hier voorgeven. En dan Bouws. Oh, het was een soort van halve omhaal. Ja.
was iets te veel van het goede. Maar ja, je weet het niet, hè. Voor hetzelfde geld vliegt hij zo bam in de kruising. Alleen is die kans wel erg klein natuurlijk. Maar het was op zich wel een van de grootste kansen. Opa Bouws, ik had moeten afpassen. Ja, zo dribbelen dat wel echt niet in deze FIFA. Oké, dit zou wat kunnen worden. Volgens mij speelt Eagles ondertussen ultra aanvallend. Hier, doe hier maar. Kom hem. Op zich was wel nice geprobeerd. Het wil inderdaad veel makkelijker. Dit was alleen niet in de hele omhaal. Dit zijn van die halve omhalen. Is wel natuurlijk iets makkelijker. Hier, dit is een hele. Oh, dat was nog de beste tot nu toe. Op zich zag er niet heel soepel uit. Maar het was wel een omhaal van buiten de 16 die nog op goal ging. Ik vond het nice. Alleen moeten we natuurlijk scoren met de echte omhaal. Hier, dit wordt hem. Net mis staat erbij rechtsboven. Nou, het was niet net mis. Deze was heel ver naast. Oké, we hebben wel echt een paar grote kansen gehad om te scoren met een omhaal. Het is alleen niet gelukt. Het is toch nog net iets moeilijker dan dat ik dacht. Op zich, hij doet wel redelijk snel een omhaal. En de schoten zijn niet heel ver naast. Maar om echt, zeg maar, raak te schieten, dat is nog wel echt een vak apart. Oké, hier. Doe nu hier maar. Oké, nee, we passen even naar iemand anders. En hier. En dan Bouws met de halve omhaal. Ja. Nou, hij was in ieder geval weer op goal. Maar voor de rest helemaal niks. Nee, de scheidsfluit af voor de wedstrijd. Dus helaas geen omhaal gescoord. Maar hé, we hebben wel gewoon goed gespeeld. En dat is natuurlijk ook al iets. Ja. We hebben wel één goal te pakken. Dus ik denk dat ik nog wel topscorer sta. En we hebben wel veel opdrachten voltooid. Volgens mij van de 3 opdrachten heb ik er 2 voltooid. Als ik het goed heb onthouden. Alleen een 8,5 als cijfer heb ik niet gehad. Inderdaad, 2 van de 3 doelstellingen hebben gehaald. Dus we blijven gewoon lekker in de basis staan. Dus dat is wel nice. Alleen moeten we er nu even voor zorgen dat we natuurlijk die omhaal nog gaan scoren. En even checken hoeveelste we nu staan in de Eredivisie. Daar ben ik ook benieuwd naar. We staan nu 6e met FC Groningen. 4 keer gewonnen, 1 keer gelijk en 3 keer verloren. Dus we komen weer richting de top. En Twente speelt trouwens ook vet goed, jongen. Die heeft nog geen 1 keer verloren. 6 keer gewonnen en 2 keer gelijk. Maar als we de komende wedstrijd winnen, dan kunnen we misschien nog wel een paar plekjes omhoog gaan. Misschien dat we AZ en Feyenoord dan inhalen. Naar NEC is wel een grote stap. En dat is gewoon 5 punten verschil dan weer met de nummer 4. Nou ja, we zien het wel. We gaan kijken of we tegen Excelsior ook kunnen winnen. En ondertussen hebben we een nieuwe leenaanbieding. Namelijk van Düsseldorf. Ja, het zijn nog niet echt topclubs die we willen hebben. Ja, daarvoor moeten we natuurlijk ook wat meer wedstrijden spelen. Komt vanzelf. We gaan nu in ieder geval tegen Eagles spelen. Oh nee, niet tegen Eagles hebben we net gespeeld. Tegen Excelsior. Ik zag dat ze 11 punten hadden. Dus op zich is dit wel een concurrent voor FC Groningen. Oké, hij gaat nu een voorzet geven. Hier, geef maar voor. Geef maar voor. Hier. En dan Opa Bouws. Dat was hem. Dat moest hem zijn. No. Dit was echt een goede omhaal. Alleen hij gaat wel 2 meter naast. Dat dan weer wel. Maar het schot was hard. De omhaal die zag er goed uit. Ha, dat had er moeten zijn. En we hadden de ruimte. Maar hij vliegt er helaas niet in. Nou, we blijven het proberen. Oké, dit zou misschien wat kunnen worden. Nou, we moeten eigenlijk eerst even gaan scoren. Dat zou ook al heel veel schelen. Dus Opa Bouws. Ah, hij doet het niet echt lekker. Nee. Omdat ik net de hele tijd probeerde omhaals te maken, heb ik nu echt een 5,8 cijfer. Zul je zien dat ik zo meteen gewisseld ga worden. Dat moet natuurlijk ook niet gebeuren. Dus we moeten even zorgen dat we die goal gaan meepikken. Oh, hier hebben we tijd en ruimte. In één keer die bal door. Ah, dat is zo'n zaadpaas. Ik zei toch, Opa Bouws, die kan echt niet pasen. We staan nu in 5,7. Oei. En Excelsior nu met de kans. Oh, dat scheelde ook niet veel. We hebben veel kansen tegen. In ieder geval in deze wedstrijd en in de vorige natuurlijk ook. En Opa Bouws verprutst het nu allemaal een beetje. Oké, ik ga nu iets minder voor de omhaal. En oh, dat scheelt er weer helemaal niks. En gewoon zorgen dat we 1 keer gaan scoren. Dat ik in ieder geval in de basiself blijf staan. Want als ik zo door blijf spelen, ga ik sowieso gewisseld worden in de tweede helft. Oké, dit kan wel wat worden. Hier, geef het hier maar voor. En nu dan een omhaal. Oké, ik probeer het weer. Ja, het was toch heel verleidelijk. Ik had beter de bal gewoon kunnen vragen. Maar dit was er eentje, hoor. Oh, deze was dichterbij dan de vorige. Sowieso. Goh, nou, weer net niet gelukt. Ik zei net, ik wil gewoon een gewone goal scoren. Maar toch weer voor de omhaal gegaan. De verleiding is dan zo groot als je zo de bal kan krijgen. Nou, het is ondertussen rust. We staan dus nog 0-0. Ja. Helaas. We hebben nog niet gescoord. En ook niet met de normaal. Maar de tweede helft gaat het gebeuren. Let maar op. We zijn deze wedstrijd al wel 2 keer dichtbij geweest. Dus 3 keer is scheefrecht. Qua doelstellingen gaan we nog niet heel lekker. We hebben nog geen 1 keer op goal geschoten. 8,5 moet ik al als cijfer. Ik sta een onvoldoende als cijfer. Ik sta onder de 6. Dus nee. Het gaat nog niet al te best. Oh, wat? Lekker Opa Bouws. Nou, poei hem er maar in, jongen.
Zie! Oké, helaas geen omhaal, maar wel gewoon goed gedaan. Dat deed opa Bouwse toch wel even lekker. Mooie celebration erbij. Maar check hoe die bal daar veroverde. Hier, hij paste hem zo in mijn voeten. Ja, toen was ik er vandoor. Ik had misschien de bal nog net iets te ver voor me uitgespeeld. Maar het ging net goed, dus dat scheelt. We staan 1-0 voor. Dan heeft opa Bouwse toch zijn goal te pakken. En dan gaan we nu waarschijnlijk niet meer gewisseld worden. Nee, we staan nu 7,5 als cijfer. Dat komt wel goed. Dus we kunnen nu natuurlijk weer proberen om een omhaal te scoren. Hier, paas hier maar. En geef hem hier voor opa Bouws. Ja, dat probeer ik. Gewoon de hele tijd pasen naar iemand anders. En dan weer een voorzet terugvragen. Nou, dit is ook goed. We hebben een assist. Nou, dan staan we toch even 2-0 voor. Nu ga ik echt alles voor de omhaal proberen. Want nu maakt het echt helemaal niks meer uit. Oké, opa Bouws. Daar gaan we. Dit kan wat worden. Hier, tikkie voor. En hier, ik wil hem terug. Alleen dan hoog. Of nou ja, dat gebeurt niet. Nee. Maar we staan wel 3-0 voor. Op de een of andere manier tikken we er nu echt vet goed door. Dat is wel echt nice. Dan kunnen we nu nog meer voor de omhaal gaan. Dat probeerde ik eigenlijk al. Maar dat kan nu nog meer. Ja. Hier, voorzet. Ja, lekker jongen. Het is gelukt. Het was alleen niet een hele omhaal. Het was een halve omhaal. Maar die vind ik ook wel heel erg nice. Die deed hij toch wel echt heel erg lekker. Hoor. Mooie goal van opa Bouws. Moet je deze zien. Hier komt-ie. Zieke omhaal. Of nou ja, halve omhaal. Hij zit gewoon strak in het hoekje. Heerlijke goal. En dan hebben we toch de omhaal te pakken. Dus na 20 pogingen hebben we 1 keer gescoord met een omhaal. Dus het is wel te doen, maar het is wel vrij pittig. Ja, dat sowieso. Maar dan gaan we in deze wedstrijd toch nog alle doelstellingen halen. Ondanks dat ik in de eerste helft echt heel shit speelde. Nou, de wedstrijd is voorbij. We hebben 4-0 gewonnen. De vorige aflevering hebben we helemaal goed gemaakt. En dan ben ik benieuwd hoeveel we nu staan met FC Groningen. Met een beetje mazzel staan we dus weer in de top 5. En sowieso dat opa Bouws nog steeds topscorer is. Want we hebben 3 keer gescoord in 3 wedstrijden tijd nu. Ik zie dat AZ ook heeft gewonnen. En dat was wel een concurrent voor mij, dus... Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar ja, daar doen we weinig tegen. Ik zal trouwens weer eventjes gaan trainen. Want in principe kan je elke week trainen. Dus na elke wedstrijd kan je een training doen. En we hebben weer 3 skill points erbij. Omdat we level omhoog zijn. Dus dat is ook nice. Maar we staan nu 5e. Dus we zijn toch iets omhoog gegaan. Dus dat is wel echt nice. Dus langzamerhand gaan we weer richting de top. Dat sowieso. Maar hey, ik laat het erbij voor deze aflevering. Volgende aflevering gaan we weer knallen. Laat even in de comments wat achter wat we dan moeten gaan doen. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!